TechZine Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. TechZine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van TechZine Talks, waarin we het gaan hebben over confidential computing, Sander. Ja. Dat klinkt, uh, dat klinkt mysterieus, vind ik. Confidential computing. Nou oh ja, je hoort er nogal veel over. Dus ik, uh, ik hoop dat het niet zo mysterieus is dat je er nog nooit over gehoord hebt, natuurlijk. Nee, nee, nee zeker niet. Maar, maar confidential, nee, het, is, het is wel iets wat heel veel, uh, wat heel veel aandacht krijgt momenteel. En, uh, maar ik zit nou te denken, is hier eigenlijk een, een plat Nederlandse vertaling van? Nee, ik zou dat, je kan er wel eentje verzinnen. Maar... Geheimhoudende computing. Of ik denk niet dat ik het echt, maar... uh... Nee. Versleutelde computing? Dat lijkt me Dat is... Niet als de... nee. 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 Het is gewoon uh, confidential computing. Dit uh, dit is weer zo'n term uh, die niet vertaald gaat worden, Daar ben ik bang. Uh, nee, maar het is wel iets waar uh, je hoort echt heel veel over momenteel. Mm. Ik, nou, uh, iedereen is er. Nee, nou, iedereen. We uh, zijn een aantal spelers groot mee bezig. Nou, het zit vooral in de in de, in de chipontwikkelaarshoek. Ja. Uh, in de open source hoek hoor je er ook best wel veel over. Uh, ja. En ja, natuurlijk in de cloud, bij de cloud spelers. Die baseren hun, hun diensten en hun aanbod ook op, ja, op chips. Dus maar hun, er zijn nog meerdere betekenissen. Aha, ben ik achter. Ja, dat is ongetwijfeld. Maar dat dan komt het meer uit de uitwerking van wat mensen ontwikkeld hebben. Natuurlijk. Maar dat is, het, is, het is ook wel een tamelijk vage term in principe natuurlijk. Je, ja, kunt, er allerlei, betekenen. je kunt er allerlei dingen aan houden natuurlijk. Dus dat is een beetje is wel een beetje jammer. Maar ja, aan de andere kant, ja, want dat heb je bijna altijd wel. Nou, we bouwen wel een beetje spanning op natuurlijk voor wat het is. Toch? Ja, hey, hey, prima. Oké. Okay. Nou, uh, als je wil weten wat uh, confidential computing is... Uh, en, uh, en helemaal bijgepraat over de... dan uh, blijf luisteren, zou ik zeggen. Ik denk dat de meeste mensen al een idee hebben wat het is. Hoor. Maar... Ja, maar jij zei laatst dat ik wat vaker op moet roepen aan het begin van de aflevering om je te abonneren op onze podcast. Zeker nou, als je. Dat jou was jouw idee en toen deed je het één keer en daarna deed je het niet meer. Dus toen zei ik van wat, 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 wat ben je bijna nou aan het doen? Want... Ja, ik dacht doe het één keer, maar ja, jij zei ik moet het vaker doen. Dus bij deze mensen, als je nog niet geabonneerd bent op onze podcast, doe het dan. Hè. Dat kan via Apple, Spotify, Google en vele andere diensten. Je kan dus ook reten. Dat kan op Apple en Spotify. Kan je ons vijf sterren geven? Daar zijn we heel blij mee. Nou, uh, tot zover de, 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 de schaamteloze zelfpromotie van onze podcast. Uh, laten we het snel gaan hebben over confidential computing. Je we al twee keer de bumper gedaan, hè? Ja, ja. Dat realiseer je, oké. Okay. Maar je krijgt hem straks nog een keer aan het eind. Oh, gezellig. Ja. Maar uh, confidential computing... Um... Ja, dan kom je op een heel mooi woord. Hè, want als je even plat gaat kijken naar wat het nou eigenlijk betekent, zeg maar, de, de originele dingen. Kom je op het woord enclave? Ja, ja. Nou, ik denk woord. dat we eerst met wat, uh, wat algemenere uh, oh, definitie. Oh, Mag ik niet meteen, uh, nee, in denk dat je niet meteen. Nee, ik denk in de basis waar het, waar het om draait bij confidential computing, is dat je de, dat je de, uh, de gebruiker. Uh, Scheidt van de persoon van, van, van de partij die het beheer doet, bij wijze van spreken, die, 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 die het uitvoerende gedeelte doet. Ja, en dan alleen voor het, 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 het CPU en het geheugen. Ja, maar, maar, maar ik, ik denk dat het wel belangrijk is om, om je, als jij als organisatie ergens een workload doet, dan, 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 dan is, doe je die workload voor jezelf. En dan is de, de, de partij waar je het op draait heeft er niks mee te maken en dat is en het gaat dan specifiek om om um, om om data die niet ergens de gaat niet om data die ergens staat of uh, of de, of, of de, de pijp er naartoe en dat nee. is in principe allemaal goed versleuteld en dat is allemaal veilig maar het gaat om wanneer de data dat werk gebruikt wordt ja dus in, op het moment dat je een, een proces uitvoert en die data wordt verwerkt door de CPU of door het interne wijnkeuken. dan op dat moment uh, 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 moet dat gescheiden zijn van, van al het andere en moet dat versleuteld zijn, als het ware, zodat niemand daar ook in kan kijken. En daar kwam ik dus eigenlijk met enclave. Hè? De, de, de eerste uh, uh, implementaties van confidential computing, daarbij werd er een soort uh, veilige zone gecreëerd of een veilige afscheiding, waar dan, een soort, waar dan binnen een... Een, een onbetrouwbare, of een nou, onbetrouwbaar is niet goed, een, een, een niet beveiligde VM, zeg maar, legde dan een soort tunnelverbinding naar die veilige enclave. En daarbinnen werd dan de verwerking door de CPU en door het werkgeheugen gedaan. En over die tunnel kwam dan weer iets terug, wat dan klaar was. En op die manier werd dat dan gescheiden van uh, 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 de bovenliggende architectuur, bijvoorbeeld een hypervisor of een. Uh, een, een, een KVM-controle of iets anders. Ja, dat is een beetje de enclave, zeg maar. En zo is het begonnen met de enclave. Ja, want je wil natuurlijk ergens een plekje hebben waar niemand anders bij kan. Het is een beetje de Baarle Hertog, uh, wat we hier in Brabant hebben. Oh jee, welke, welke anekdote gaan we nu nee, krijgen? Nee, nee, dat, dat, is ook, dat, dat bestaat ook al heel veel enclaves. Ja. Nederlandse enclaves in een op Belgisch grondgebied en andersom. Ja. Dus dat is uh, waar, waar, je, waar, waar je in principe niks te maken hebt met wat er omheen gebeurt. Maar wat je gewoon je eigen ding kan doen. Ja. Dat is in dit, in dit geval, is het ook eigenlijk zo. En je wil uiteindelijk een, uh, uh, een, 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 een trusted execution environment wil je, wil je opzetten. Dat is de andere term die je heel veel tegenkomt in, in combinatie met, uh, met confidential computing. Ja, want om nog even terug te komen op wat jij net ook al min of meer zei. Maar ik vond het nog niet uitgebreid genoeg. Op dit moment is het zo: als je bijvoorbeeld in een cloud. Uh, 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 je VM-tje wil draaien en, 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 je, en je, je applicatie, dan kan je de data die daar is opgeslagen, die kan je al versleuteld opslaan. En daarvan kan je de sleutel in eigen beheer hebben, waardoor bijvoorbeeld als je dat in de Google Cloud of in de Azure Cloud doet, dat Microsoft en Google niet kunnen zien welke data je daadwerkelijk op hun disks hebt opgeslagen, want dat is versleuteld. Ja, ja nou, en hetzelfde geldt natuurlijk op het moment dat je een verbinding legt naar jouw VM-tje toe in zo'n cloud, dan is dat vaak via SSL of. HTTPS, als je hem via een webserver doet, is dat al versleuteld. Dus ook daarvan kunnen zij niet de inhoud zien van wat er over die lijn gaat. En, en nu is daar dus als laatste is dus het verwerken, wat er dus in de CPU en in het interne geheugen gebeurt, is daarmee of meer bijgekomen. Ja, ja dus op zich is het is de, is de, is de, de, de basistechnologie, tenminste, als ik er gewoon even vanuit, uh, vanuit een Intel-perspectief kijk. Oh, uh. jee. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een van de grootste uh, fabrikanten. Want even om, om het even duidelijk te zetten is het, uh, neer te zetten. Het, voor de, 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 het gaat om dingen die in. Het gaat om, om, om berekeningen of data die in, uh, in CPU's of, of uh, ja, geheugen dat eraan gekoppeld is, of GPU's gedaan worden. Dus het zijn ook die partijen ja. die in principe in de basis verantwoordelijk zijn. ...voor uh, Confidential computing, maar het was ook het laatste puzzelstukje, als het ware, wat ja. nog niet versleuteld was. Ja, maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Intel, die heeft al, volgens mij, sinds 2015 hebben ze dat SGX ja, ze al. dat is zo'n enclave die ik net beschreef. Ja, en dat is uh, dat is niet. Daar komen we zo meteen nog op terug. Dat is niet de, de meest geavanceerde vorm. Hè. Ze hebben okay. inmiddels doorgebouwd, door hebben nieuwe dingen ook en ook andere partijen zijn in de markt natuurlijk. Inmiddels. Maar daar is het wel een beetje mee begonnen. Hè, dat is inderdaad zo'n enclave. Ja. Ja. Maar, en dat bestaat nog steeds. Dus, dus, dus ja, het is. Ja, alleen het nadeel van die techniek van Intel, zoals ik het begrepen heb, um, is dat je je applicatie moet aanpassen om daar gebruik van te maken. Dus je kan niet zomaar een applicatie gebruik laten maken van het SGX. Dan moet echt de applicatie aangepast worden. Ja, en daarnaast volgens mij is het ook zo dat je. En met SGX kun je ook niet op, uh, op um, uh, virtual machine niveau isoleren, oké. Okay. En dat uh, bij SGX gaat het, gaat het op, op applicatieniveau of uh, mm -hmm. procesniveau. Ja, nou, dat klopt. Ja, um, nou, bij uh, als je dan een andere speler pakt AWS heeft ook zo'n uh, uh, heeft in een uh -huh. Ja, dat was wel een bijzondere. Wil ja, daar heb... wilde ik daar later pas op terugkomen, want die doen het weer op hun eigen manier. Ja. AWS, oh, dan, zit... we dan, dan parkeren we die nog even. Want je hebt uh, inmiddels, inmiddels is Intel bij TDX aangekomen. Ja, maar dan, dan ga je niet te ver. Ja, nee, maar goed. Dat bouwt voor, in principe voort op. Dus dat, dat, is, dat is ook schatplichtig aan wat ze met, met SGX gedaan hebben. Alleen, het is, alleen dat is dus wel op, op, op het niveau van de virtual machine. De, de isolatie ja, daarvan. Alleen eigenlijk zijn ze daar afgetroefd door AMD. Want AMD heeft dat S bekeken en gedacht, nou, dat is leuk op procesniveau. Maar die kwamen vervolgens met, met SEF. Uh, sorry, SEV, SEF. Huh? En die deden dat meteen op VM niveau. Ja. En, en, en dat hebben ze al uh, twee jaar geleden uh, geïntroduceerd. Dus die lopen. Weet je twee jaar voor op Intel, want Intel is er pas recent meegekomen. Ja, Intel heeft het bij, bij de Sapphire Rapids, die, die nieuwste Xenos ja. Scalables hebben ze, het, ja. hebben ze het toegevoegd. Ja, Klopt, en, ja. en AMD had het al bij de, bij de vorige generatie uh, uh, Epics. Ja, dat is het, uit, uit 2021 al. Hè, de derde ja. generatie ja. van de Epics. Ja, ja. en, en dat, 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 dat van AMD, dat is dus op VM niveau. Dus um, als je dat even praktisch bekijkt, hoe werkt het dan? Um, je hebt een VM en die is niet versleuteld. En die zet je bijvoorbeeld in de Google Cloud of de Azure Cloud, of whatever. En op het moment dat je die VM opstart, dan vraagt die VM aan die CPU, ben ik versleuteld? En dan zegt die CPU: Nee, maar dan gaan we regelen. En dan gaat hij hem versleutelen. Op het moment dat hij dan versleuteld is, dan stuurt hij een signaaltje naar jouw. S Attestation server, noemen ze dat zo mooi. Dat is dus een, een, een server die, die de, het certificaat, dus verifieert of dat dan correct is. Ja, en en die op... geeft aan of, 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 de, of die, de, die locatie betrouwbaar is. Hè? Dat hij ja. dat die, dat die, zeg maar alle test doorstaat voor, ja. de, voor de betrouwbaarheid. Zeg maar. Ja, er komt een soort sleutel uit. En die sleutel kan je van tevoren al zeg maar checken of de inhoud niet is veranderd. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Op dat moment weet je dus dat jouw. VM op dat moment versleuteld is en dat die betrouwbaar is in die cloud en vervolgens kan je er op de normale manier verbinding mee leggen, hè? bijvoorbeeld via SSH of een ander beveiligd protocol en kan je daar je data en je applicaties op gaan laden of je kan hem uh, voorzien van een storage sleutel zodat hij in die cloud kan verbinden met een storage server en daar de data kan gaan ophalen en alles wat verwerkt wordt in die Complete VM, in compleet op al die CPU-cores die er aan toe, toegewezen zijn, of, of, of het werkgeheugen. Alles is dan versleuteld, dus die hypervisor kan niet zien wat daar gebeurt. Het voordeel van die uh, AMD-SEV-technologie over dat SGX is dat je daar ook gewoon een legacy-applicatie op kan laten landen, ja. die compleet niet is aangepast. En die wordt dan meteen dus ja, onder con, 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 Confidential Computing Maar dat komt natuurlijk omdat je dan een hogere isolatie ja. laag hebt daar zo. Ja. ja en, en nou ja, dat is uh, redelijk populair gebleken. Oh. En daarom zie je nu dat andere ja. partijen dit. Maar als kleine, als kleine ja. uh, zijsprong, IBM. Ja. Uh, die heeft het ook al geïntroduceerd bij de Z15, volgens mij al, bij de bij het mainframe in 2020. Ook op, uh, ook, ook op virtual machine niveau. Ja, maar ik denk dat ze die iets minder verkopen dan. Uh, de, ik denk ik ook, want de, ik denk dat de meeste, de meeste cloud providers die zullen. Uh, uh, iets meer business doen dan IBM met mainframes. Dat denk ik ook. Yeah. En mensen vergis je niet, uh, we maken er een grapje over, maar... Mainframes worden nog steeds verkocht en zijn in sommige uh, industrieën nog steeds erg populair. Nou, ze hebben Vorig hm. jaar heeft IBM nog de Z16 aangekondigd ja. volgens mij. En zeker nu met, uh, met Quantum, uh, Quantum Proof en al die ja. andere want dingen. Want zeker die... voor, voor banken en zo met transactionele workloads is een mainframe nog steeds. Het... Ja, en vergeet ook niet. Want uh, worden er worden natuurlijk ook steeds meer uh, uh, compute taken op GPU's gedaan. Ja. Dus Nvidia heeft het ook. Vanaf de, vanaf de H100. Ja, die zullen waarschijnlijk gebruik maken van ARM CCE. Ja, het ja, zijn mooie drie-letter dit mensen. Um, um, ja, dus die, uh, die hebben dat ook. Nou, wat wel grappig is, is, dat, is volgens mij dat, dat het, en dat is misschien niet heel erg relevant inhoudelijk, maar ik vond het wel interessant. Ja, dat, um, toch een beetje nerd hier. Maar, uh, ik weet het er ooit in gaat. Dat, dat, die, uh, dat, de, dat de component die dat, dat, hard, dat stukje hardware dat het verzorgt, bij AMD in ieder geval, dat het een ARM dat is een ja, ja. ARM Cortex A5 processor uit 2010, gebakken op 40 nanometer. Ik weet ook dat Oh, oh. <laughs> ja, ik heb het <laughs> dat opgezocht. Dat doet me nog denken aan, uh, aan, aan het verleden in het verleden, toen ik nog uh, spulletjes reviewde en zo. Ja, ik heb, ik heb nog even geprobeerd te zoeken of er toevallig ooit in 2010, 2011 een smartphone is uit te komen waar de hele ja. ding op de chip draaide. Maar die komt zo snel niet vinden. Ja, dus. Dat was 40 nanometer, zei je? Ja. Dat wel groot, hè? Dat is een beetje groot. Ja, ja, dus ik denk niet dat dat ooit gebeurd is. Maar, um, ja, maar, het... ik, maar dat vind ik echt wel interessant. Want de ARM, uh, nog los van, de, van wat, ze, wat ze bewerkstelligen in het datacenter... en of dat makkelijk is of moeilijk is... En, en in hoeverre Intel tegen gaat werken en dat soort dingen allemaal... je ziet wel heel veel dat, um, dat ARM heel veel, juist heel veel gebruikt wordt... voor die ja, soort van coprocessor taken. Ja. Vorig jaar heb ik ook nog eens een stukje geschreven over uh, dat... dat, dat uh, dat VVM, RPV, aan 8 volgens mij, of Vier 8, sorry, 8 mm -hmm. uh, in het Nederlands. Uh, <coughs> dat, ze, dat ze daar ook uh, ondersteuning voor DPU's. Uh, uh, en die DPU's, die waren, dat zijn ook allemaal ARM, over het algemeen. Ja, eigenlijk, want uh, Intel riep een aantal jaar geleden, ja, we gaan allerlei mogelijkheden bieden. Om uh, dat bedrijven zelf chips kunnen ontwerpen. Dan kunnen ze X86 combineren met ARM. En dan worden we heel groot in, blablabla. Bla, bla. Maar. Eigenlijk, als je het heel plat slaat, wordt Intel aan alle kanten een beetje voorbij gelopen. Hè? Want Apple heeft laten zien hoe je met ARM een goede chip maakt... voor je desktop en je, en je laptop en weet ik het allemaal. Ja. Um, um, maar <laughs> AMD laat nou zien dat ze dus daadwerkelijk met een ARM-coprocessor... dus bijvoorbeeld zo'n stukje encryptie kunnen regelen. Want... Als je kijkt in de, in de, in de Intel uh, SGX en die nieuwe TDX... wat dus min of meer een soort kopie is van dat AMD SEV... Hè, want dat is ook op VM-niveau. Um, maar ook ARM CCE is allemaal software-defined. Uh, dus die hebben een, een, een software-matige module in die chip gezet... die die encryptie voor zich rekening neemt. Dus dat gaat... Nou ja, je mag het zo waarschijnlijk niet zeggen, maar het is wel zo. Doordat het een softwarematige module is... remt het wel zo'n Intel Xeon-processor... Misschien maar voor een duizendste of tienduizendste af. Maar het remt hem wel iets af, omdat het uit diezelfde dingen moet komen. Nou, ik heb ook wel uh, iets van benchmarks gezien, waarin dat wel echt wel redelijk verwaarloosbaar is, hoor. De, de, de impact van uh, het feit dat het software is in plaats van hardware. Oké. Okay. Maar dat was dan wel ten opzichte van een. Vorige generatie volgens mij, dus dat dan weer niet ja. appels en peren Ja. Maar dat AMD heeft gekozen voor een co Nou ja, laat daarvoor zien dat het geen invloed heeft op de prestatie van de chip, want ze hebben het geoffload. Ge ja. um, een, een nadeel daarvan is wel, hè, tenminste dat, dat wordt gezegd, ik, we, hebben het a a a we hebben het niet gevraagd aan AMD. Maar in principe is een software-matige oplossing beter te patchen als er een probleem in zit dan een hardwarematige matige oplossing. Ja. Uh, maar nee, ik heb ook wel weer gelezen dat er al wel wat problemen waren met die AMD-SEV qua beveiligingsproblemen. En die hebben ze wel opgelost, uiteindelijk. Daar dus... ja, was Intel ook mee bezig. Die zijn met, die, die zijn met Google en, uh, en, uh, en Microsoft in de weer geweest, al uh, volgens mij sinds de lancering. Ja. Ik weet niet in hoever, ik weet in april, kwam er nog een rapport uit met uh, 10 of 12 uh, uh, kwetsbaarheden, behoorlijk stevige kwetsbaarheden die gevonden waren in het, ja. in, in het TDX. Maar ja, dat is ook logisch. Uh, ja, dus, je, dus dat moet dan gepatcht worden. En dat, ze hebben dat ook samen onderzocht. Hè. Het is niet alsof, uh, alsof de ene en de andere vliegtuig. Nee, ja, uh, het, het is natuurlijk nieuw en het wordt in hoog tempo ontwikkeld. Omdat de concurrentie toch iets heeft wat Intel op dat moment niet heeft. Dus ja, dan, dan... Ja, maar goed. Ik denk dat het. Uh, ik, ik weet niet in hoeverre het al heel breed gebruikt wordt. Uh, ook ook binnen, uh, binnen een AMD uh, uh, gebaseerde service. Want die zat. Dat was volgens mij, die zender zitten er van de Gent 10 in. Hè? Vanaf die, uh, bij sorry, bij, bij HPE zaten ze van de Gent 10 in volgens mij. Mm -hmm. Ik weet niet wat dan AMD gebaseerd heeft. dat waren voor mij 1 gebaseerde dingen. Okay. Nee, laat maar. Dat was een, uh, een, een zijsprongetje. Um, maar goed. In principe uh, ja, valt er vooral bij die benaderingen wel iets te zeggen, denk ik. En als eindgebruiker ja, interesseert het je waarschijnlijk helemaal geen Maar uh, je je nou, wat, je, wat je misschien wel interesseert als eindgebruiker is, in nou, wat voor soort chips is dit dan beschikbaar? Toen moesten we even schrikken. <laughs> Want uh, als je denkt, ik ga mijn uh, VM'tje die vier cores en uh, 16 gigahertz nodig heeft, ga ik uh, laten draaien op confidential computing... Dat kan, maar dan hoop ik dat je er heel veel nodig hebt. Want uh, ja, de kleinste configuraties die beschikken al over uh, 64 cores en, en een hele bak werkgeheugen. Ja. Dus als je dit in de cloud wil gebruiken, dan uh, moet je wel rekening houden met. Uh, ja toch een rekening van uh, ongeveer ja, 20.000 dollar per maand. Het is toch in principe ook gewoon gericht op uh, op, uh, op, op een hele grote shaders, op, op ook. Hyperscalers ook in principe. Daar, ja. Gaan, ja. daar ontwikkelen ze het samen mee en ik kan me zo voorstellen dat zo'n hyperschaler die kan de boel dan segmenteren dan vervolgens. Dus die dan hoeft niet alles, hoef je niet die volledige, uh, uh, de, de, die, die volledige compute count af te nemen denk ik. Volgens maar, mij wel. Uh, nou dat zou ik een beetje raar vinden Maar hoor, want uh, ja. of je of je moet ook gewoon enorm, enorm grote workloads hebben dat zou kunnen, maar dat uh, ja, als je je complete ERP uh, in uh, confidential computing wil stouwen. Ja, maar dan alleen, je, je duwt natuurlijk niet, je, je duwt alleen maar je processen die je uh, daadwerkelijk uitvoert in confidential computing. Ja. natuurlijk. Dus dat is dan een beetje. Ja, goed, maar je kan je storage in de winning. Kon je en al en hoe dat dan schaalt en hoe, dat dan, uh, hoe je dat dan, ja, of je moet overprofessioneel. Of het, uh, ja. Dat is allemaal nog een beetje uh, early days, zeggen ze het Nederlands. Om, uh, om, het, uh, om, 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 dat, om dat nog goed te, om dat goed te bepalen, denk ik, op dit moment. Want, uh, want ik, ik, heb er, ik moet zeggen, ik hoor er heel veel over. Ik heb nog nooit iemand gesproken die het gebruikt. Maar <laughs> die, moeten, die zoeken we nog. Nou, dus we je een luisteraar zijn hoor, dat geloof ik wel. En gebruik je het, dan uh, 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 horen we het graag. Want dan, uh, dan kunnen we eens kijken. Ja, of... ja dit is ook een typisch zoiets, wat eigenlijk ik, wij vinden net wel interessant. Maar uiteindelijk, in een console van een, van een Microsoft of Google, is het gewoon een vinkje of een schuifje aanzet. In principe. Daar doe je verder volgens mij niet veel van mee. Nou ja, oké. Okay, maar je moet wel op een andere manier uh, uh, ja, bij die. Bij die je, moet, je moet het wel op een andere manier aanvliegen. Op het moment dat je applicatie erin wil onderbrengen en zo. Want je moet wel zo'n VM laten versleutelen. En je, en, je moet hem, en je moet zorgen dat je ergens on-premise zo'n attestation server hebt. Als je die AMD Ja, niet duurt, Dat moet je wel doen. Maar in principe het, het cloud gedeelte, dat is toch. Als je zegt van ik wil deze workload wil ik altijd. Uh, in, in confidential computing omgevingen draaien. Dan is het gewoon een kwestie van een vinkje zetten. En dan gebeurt het toch gewoon. Lijkt mij. Dat lijkt mij het wel de, de, de methode om het af te nemen. Dat je het niet zelf moet, in, moet, moet, moet ingericht, op gaan bouwen. en Dat soort wel gekkigheid allemaal. Ja, ja nee, dus waar. Hey, en dan hebben we natuurlijk. Uh, waar, 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 jij begon er eerder al over. Maar dat komt omdat jij uh, heel graag over AWS praat. Um, nee, helemaal niet. Maar, <laughs> nee, maar uh, hoe AWS het doet. Ja, die, uh, hebben, een, uh, die hebben een aparte uh, methodiek. Ja, die hebben natuurlijk al eerder, hebben we al eerder besproken. Ik weet het niet veel in de podcast, of we een artikel in gedaan hebben. Maar um, dat ging toen, in, toen toen we het hadden over. Toen we het hadden over. Ik heb een keer een artikel geschreven over hoe ze uh, de, 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 de soevereine cloud benaderen. Oh ja. Ja, ja oké. Okay, maar we hebben in het verleden ook, ook gesproken over uh, Nitro. En uh, van Oracle hebben ze ook zo'n ding. Dat, is on, ja, dat, maar, dat vinden ze niet leuk als we dat zeggen. Maar het lijkt een beetje op elkaar. Dat ze dus een, een, een aparte chip hebben. Um, waarop hun hypervisor als het ware opereert. en hoe die dan die, die VM's er zo aanstuurt. dat dat allemaal gescheiden is van elkaar. Ja, ja. Um, nou, wat ik wel interessant vond, is dat. Um, uh, als, je, als je naar de, de blogs en de, de officiële uitingen van AWS kijkt. Over, over, over confidential computing. dan is dat gewoon min of meer hetzelfde verhaal. als wat uh, de, de, de chief security officer van Amazon me vorig jaar vertelde. toen ik naar, uh, naar hun security-conferentie ging. Uh, van AWS ja. over, over hoe zij de soevereine cloud benaderen inderdaad in het, in het, in het in, in de geest van uh, onze Nitro architectuur uh, is zodra je daarmee gaat werken uh, kunnen wij er niet meer bij punt ja yes. yes. yeah. dit is het is it is, it is uh, by design is het is het confidential ja alleen ja ze hebben het zelf ontwikkeld en en ja, dit komt uit die processorfabrikanten, en dan heb je toch ja, dat is toch anders dan dat iemand zegt: Ja, nee, dat hebben we soms keurig goed. Nee, maar dat is natuurlijk ook, is natuurlijk ook een beetje. Uh, AWS ontwikkelt natuurlijk zijn eigen sp spulletjes, ja, dus dan, dus dat is dus in principe op dat punt staat. AWS op gelijke voet met, met AMD en met, uh, met, uh, met 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 Intel, en ja, tot zeker ook met ARM, al gebruikers zijn natuurlijk ook ARM voor heel veel van die dingen, maar goed, ik weet niet precies in welke, in welke instances en in welke. Uh, CPU's uh, omgeving beschikbaar is bij AWS. Uh, ja, dat is een goede vraag. Een goede vraag hè? Ja, ja dat uh, kunnen we even opzoeken, dat is geen enkel probleem. Maar ik weet wel dat het bij Oracle alleen bij hun AMD-instances uh, uh, beschikbaar is. Dat weet ik wel. Is dat zo? Ja. Ja, oh, oké. Okay. Maar um, uh, bij uh, AWS is het ook op een Intel. Dus okay. die hebben hun eigen manier ontwikkeld binnen die Nitro-chip... op basis van een Intel-ding. Wat oh, okay. ze dan doen is... Um, um, ze hebben hier een voorbeeld. En dat is op basis van een, uh, een Intel Xeon Platinum 8175. Oh, ja. Ja, ja, voor degene die het echt boeit. Die heb ik ook in mijn koelkast. <laughs> dat denk ik niet. Maar in elk geval, die beschikt over 16 vCPU's en... Uh, ja, ze hebben dan een, een instant samengesteld met die Intel uh, Xeon... met 16 vCPU's en 64 gig intern geheugen. En daar draait dan een, 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 een VM op, als het ware. Um, en die is niet secure. Maar die gebruikt maar 14 van de 16 vCPU's en maar 32 gig van het geheugen. En dan is er een lokale verbinding naar een enclave... Waar dus twee VCP's op draaien en 32 gig, andere 32 gig. En waarbinnen dan dus dat, dat secure stukje wordt uitgevoerd. Dus eigenlijk hebben die het Intel SGX, zeg maar, hebben ze, uh, ondersteunen ze binnen dat Nitro uh, gebeuren. Ja, dat is eigenlijk wat ze doen. Dat is duidelijk. Um, en zij zeggen dan: als je die instance hebt geladen, dan kan je met een Nitro uh, command line interface uh, uh, dingetje, kan je je applicatie, kan je. Um, daar kan je een enclave image file van maken. Dus dan maakt hij daar één bestand van. En die kan je dan um, via die Nitro chip naar die enclave sturen. Want je kan niet direct verbinding maken met die enclave. Dus daar wordt dan die applicatie ja, ja, ja. als het ware opgeladen. Ja, ja. Dus ja. Um, ik weet niet of je heel veel bedrijven gebruik van maken. Ik denk, dat, ik denk persoonlijk ik denk dat, dat het dat 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 hele AMD eh, SEV-verhaal en het Intel. TDX, eerste domein. Ja, dat dat als dat dadelijk breder beschikbaar is, dat dat een soort marktstandaard wordt. Want dat is veel makkelijker. Ja, je moet het, je want Dan heb moet je nu één uniforme methode in verschillende clouds ja. en die kan eventueel ook nog een premie. Ja, al alles is, al is die die hele nitro architectuur natuurlijk wel echt heel fundamenteel voor, uh, voor wat AWS doet hè. Dus uh, misschien kunnen ze het ook gewoon op een uh, op op in combinatie met uh, de bestaande technologie uh, aanbieden. Dat zou kunnen. Ja. Want uiteindelijk, ja, de AWS is natuurlijk niet de kleinste van, van stel, laat ik zo zeggen. Uh, nee, nee, dat, dat, dat is zwaar. Dus, uh, en, en, en ja, ze hebben eigenlijk vanaf het begin af aan, volgens mij, hebben ze die nitro receptuur. dat is gewoon echt, dat is het fundament van waar ze waar ze, waar ze alles omheen bouwen, min of meer. Ja. En ja, dat, dat vond ik dan wel interessant, ik heb ook op basis van het gesprek wat ik vorig jaar had met, die, uh, met, met de CSO van, uh, van Amazon. Over wat betekent dit nou? Confidential computing, als je het goed, uit, goed uitrolt en als, als inderdaad al die nieuwe uh, technologieën ook uh, daadwerkelijk heel goed werken. En, uh, wat betekent dat nou voor, het, voor de hele soevereiniteitskwestie? We hebben natuurlijk vorige week nog, uh, een paar weken terug, was het zeker, nog een uh, bericht gebracht dat, uh, dat Oracle met, uh, met die, dat for, formeel die uh, Europese soevereine cloud uh, uh, ja. lanceert. En toen, was het een beetje, toen zaten wij een beetje met elkaar te praten van, joh, Robert, is, is dat nog wel nodig dan? Met, uh, als, je, als, je, als je confidential computing gaat doen, nou, daar heb ik toch wel een leuk gesprek over gehad, want ik was bij Soez recent. En uh, die, ja, die zijn heel erg bezig met klanten om dus die confidential computing te ondersteunen, ook vanuit hun uh, OS en zo. Daar kunnen ze weer extra dingen mee. Um, maar die... Uh, uh, daar had ik een hele discussie op een heel tech technisch niveau, hoe het allemaal werkt en zo. En toen was mijn vraag ook van: oké, okay, maar. Hoe secure is dit? Want we weten ook, uh, X86 gaat al even mee. Er zijn regelmatig bugs in en zo, en 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 valt het toch niet omheen te werken. Uh, en, en ja, daar kreeg ik gewoon te horen. Ja, uiteindelijk leg je wel gewoon het vertrouwen in Intel en AMD in dit geval dat die, dat die dat die security, dat die encryptie, dat dat allemaal veilig is en dat ze dat op een goede manier doen. Maar ja, de theorie is natuurlijk ook. Uh, in theorie zou het ook kunnen dat de de de, de Amerikaanse inlichtingdiensten tegen AMD in te zeggen. Doe even een extra sleuteltje via de achterkant... dat we toch... Maar ja, ja, weet je, maar dat hou je altijd. Dat maar dat hou je natuurlijk altijd. Waar je zit. En, uh, maar het gaat er mij meer om... zijn ze nog kwetsbaar voor aanvallen? Eh, dat, dat, dat soort platformen. En dat, ook daar zul je nog steeds wel... Uh, als, uh, het is natuurlijk gebaseerd op een bepaalde structuur. Ja. Dus als een bepaalde structuur kwetsbaar is... voor een bepaalde aanval, dan zal... Je confidential computing uh, uh, mm -hmm. oplossing, die erop, die erop draait, mm -hmm. ook kwetsbaar zijn voor, de, voor bepaalde aanvallen. Nou ja, dan moeten ze proberen zoveel mogelijk te dichten. En ze zullen ook nogal wat, wat unieke. Uh, aanvalsvectoren uh, toevoegen aan het, aan het hele verhaal. Maar ja, ja, ik denk wel dat het, kijk, je, je moet het altijd, ik denk, beter kunnen vergelijken met wat, wat, je, wat, je, wat, wat het is als je het niet gebruikt. Ja, het, is, het is alleen ja. veiliger dan wanneer je het niet gebruikt. Ja, 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 ja ik moet wel zeggen, die Keren van Soeze, die was wel iets meer fan van de AMD oplossing, vanwege het feit dat daar dus die arm co-processor in zit. Hij zegt want dan, dat kunnen ze heel erg beperken wat er in die chip exact gebeurt. Dus is de, ja, bij zo'n x86 toch een heel groot softwareplatform waar... Dan eerder toegang hebt tot iets. Ja, maar ik denk man, dat ze het ook wel gewoon behoorlijk ho hard segmenteren in, binnen dat ja, uh, in die software. Daar gaan we een heel, 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 uh, heel diep niveau op uh, waar ik niet ja. uh, in mee kon. Ja. Nee, maar, maar, maar waar, ik waar, waar ik eigenlijk over wilde praten. <laughs> niet <laughs> um, over die van cloud. Ja, want uh, dat is natuurlijk. Je zou kunnen denken: oh, als ik dit heb, dan, dan heb ik al een volledig afgescheiden mm -hmm. stukje cloud IT. voor ja. mijn ja, Want je, je, in transit is op de. In transit ja. is opgeslagen, maar, de, op de storage ja. opgeslagen en de processing. Maar alleen is opgeslagen. ja, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. Is het ook wel zo dat. dat leuk, dan, dan, dan voldoe je waarschijnlijk aan alle soevereine. Uh, eisen? eisen. op dat stukje van het verwerken van je data. Maar, ja. zodat, maar als je data nou gewoon ergens in Amerika in een datacenter staat. Ja, maar je kan je natuurlijk wel vastleggen met. Uh, uh, die hyperscalers vandaag de dag. Ik wil dat mijn data in Europa blijft. Dat kan, maar dan nog, als, als, als dat, dan, dan kunnen ze. Het verhaal is nog steeds, dat dus dan kunnen ze alsnog uh, uh, eisen dat, je, dat, dat ze bij die data kunnen. Dus, dus dan is het nog steeds niet echt soeverein. Alleen hoorden we ook wel in onze, in onze vorige podcast, in het voorgesprek daarvoor, toen we toen met hè, we hebben met Software One vorige week een ja, podcast ja. opgenomen. Het schijnt dat er tegenwoordig in die contracten van al die hyperscalers wel gewoon hele harde uh, beloftes gedaan worden over het, uh, over het niet bereikbaar zijn van. Uh, van data voor, door, door, eh, voor de Amerikaanse overheid. Dus misschien is dat hele idee dat al je data of ook al staat in Europa op een, uh, op een, op een, uh, in een regio van, uh, van een van die Amerikaanse spelers dat die altijd beschikbaar of dat die altijd bereikbaar is of, of, of opgevraagd kan worden, uh, is, is misschien sowieso al achterhaald. Misschien zou dat als ik moeten zoeken. Ja, uh, feit is natuurlijk, er is die rechtszaak geweest uh, met Microsoft over die e-mail die in Ierland stond opgeslagen, waar de Amerikaanse overheid graag toegang toe wilde. Heeft Microsoft wat aan de hoogste rechter uh, uh, een bezwaar aangetekend, maar hebben ze niet gewonnen. wanneer ja, was dat? ja is een aantal jaar geleden. Ja. Dat zo wel weer even, even geleden. Maar ze kunnen natuurlijk, eh, wat ze zullen geprobeerd hebben, in elk geval bij die hype, is om het zoveel mogelijk te versleutelen. Zorgen dat ze zelf niet bij de keys kunnen, dat die weer versleuteld zijn met de login-methode van de Google Cloud-console, of de, de Microsoft ja. Azure-portal of uh, AWS, uh, hoe heet die console? console volgens mij? Uh, om, om, om ervoor te zorgen dat, dat ze tegen de Amerikaanse overheid kunnen zeggen: hier heb je de data, het is volledig versleuteld met ik weet niet hoeveel bit uh, encryptie. Wij kunnen er niet bij. Ja. Prettige wedstrijd. Prettige wedstrijd. Ja, goed, als Quantum komt, dan wordt het natuurlijk weer makkelijker. Omdat, want althans, volgens mij... Ja, het... Nou gaan we de mensen weer heel erg op stang jagen die aan Nee, maar vol en volgens mij is 256 AES gewoon redelijk uh, uh, lastig te kraken. Ook voor Quantum. Dus, uh, dus dat, uh, ja, maar je kan natuurlijk vanuit gaan dat zodra Quantum uh, uh, eens in de buurt komt... dat al die grote partijen heel snel hun uh, encryptiestandaarden gaan upgraden. Ja, 512, 1024, 2048. Ja, maar dat is ook een beetje de vraag, hoe, uh, hoe houdbaar is dat? Maar goed, dat is een hele andere discussie. Ja, oké, okay, maar dan komt er wel een betere vorm van encryptie dan we nu hebben. Ja, het zal moeten. <laughs> ja, ja. Maar, <laughs> maar, 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 maar wat ik zeg, volgens mij, volgens mij, uh, mijn, 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 wat ik weet is 256 is ook al uh, prima. Ook in het kwantum tijdperk. Dus, ja. alleen, alleen zitten er daar nog steeds niet heel veel mensen op misschien. Dat weet ik niet. Maar goed, dat, we, we dwalen een beetje af. Een denk. beetje maar. Ja. Um, ja, dus confidential computing. Het is, uh, ja, het is, uh, het is redelijk nieuw. Um, um, want ja, AMD heeft twee jaar. Intel heeft het net dit jaar aangekondigd. Dus op heel veel chips die nu in hype, bij hype, hyperscalers beschikbaar zijn... is het simpelweg niet beschikbaar. Omdat die feature niet in die uh, specifieke CPU zit. Um, het is natuurlijk een kwestie van tijd. Want over, over een aantal jaar dan, dan hebben we een aantal refresh cycles gehad... En dan zal het in de meeste wel beschikbaar zijn, dan zal het waarschijnlijk ook steeds betaalbaarder worden. Want nu is het gewoon zo, als je de allernieuwste CPU wil, ja, dan betaal je ook gewoon de hoofdprijs voor bij die hyper. 30.000 per maand of zo. 25.000 zit het nu geloof ik op, wat ik zo snel kon vinden bij Azure ja. volgens mij. Dat is best. Uh... Maar ja, je hebt ook al ja. een hele, hele dikke server dan, hè? Die is. kan je aardig applicatietje op draaien. Ja, ja, ja. Dus, uh, um, maar ik denk wel dat het, dat het uh, langzaam vanzelf naar beneden komt. Ja, je zou natuurlijk. Kijk, uh, uh, de maar qua, qua toepassingen tot slot. Ja. ja je kunt natuurlijk wel allerlei dingen bedenken. Maar ik denk dat uh, de huidige AI, uh, uh, de host, ook wel een belangrijke toepassing, toepassing is hiervoor. Als je allerlei data gaat gebruiken om modellen te trainen... en dat soort allemaal. Dat, die altijd, dat het, dat het uh, zoveel mogelijk in, uh, in beveiligde omgevingen gebeurt. En dat soort, uh, ja, maar aan de andere kant... Daar kan je, als je dan echt geheime dingen in een AI-model gaat draaien... Ja, dan komt er wel zoveel data voorbij. Dan wens ik ze succes als ze dat willen afluisteren, toch? Of niet? Ja, dat is waar. Maar ik wilde ook eigenlijk een beetje zo'n nog even een bruggetje maken naar een van onze vorige podcasts over de positie van Nvidia in dit geval. Ik denk dat die ook nog wel een behoorlijke klap gaat maken op dit vlak. Uh, ja, hebben nu een, een afzienbare tijd. Maar wat ik nog wilde aansnijden was: we hebben het nu over VM's. Maar uh, het bedrijf is veel meer bezig met containers. Dan nou kan je natuurlijk wel zeggen: we pakken VM's en. Daarbovenop draaien we de containers en dan, hè, dan maken die gebruik van diezelfde dingen alleen over het algemeen gebruiken de meeste bedrijven een managed Kubernetes oplossing en dan is het weer lastiger. Ja, tussen uh, AMD Intel uh, misschien uh, moet je even kijken ik denk of je van ondersteuning hebben. voor containers. Uh. Ik denk dat ze dat er ook wel in de gaten hebben, maar. dus uh, maar dat maakt het weer een stuk lastiger, denk ik. Maar dan dwalen we wel echt af. Ik denk dat we confidential computing op zich wel prima gedekt hebben voor deze aflevering. Ja, en dan uh, kunnen we gaan uh, afronden. Dan krijg je de derde bumper deze aflevering. Sander. Ben jij zo blij mee met die achter Bedankt voor het luisteren naar deze prachtige aflevering over confidential computing. Vond je dit nou heel boeiend? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie, collega's en alle andere mogelijk geïnteresseerden. Vergeet je ook niet te abonneren op onze podcast: dat kan via Apple, Spotify, Google en wederom vele andere diensten. En uh, je kan ons ook reten 5 sterren graag op Apple en Spotify. En dan dank ik u voor het luisteren en tot volgende week. Talks. Ik had al gezegd dat je ons kon beoordelen met 5 sterren, dus nog maar 5 sterren graag Apple en Spotify.